die opkomen voor respect van de mensenrechten. Mensen die opkomen voor naleving van afspraken die gemaakt zijn over bescherming van de Iraanse ballingen die in Irak zich bevinden. En mensen die opkomen tegen het geweld dat een direct verband lijkt te houden met het mullah-bewind in Iran. Ik hoef deze beelden niet te zien om te weten hoe verschrikkelijk het is op dit moment in het kamp Ashraf. Ik weet dat deze mensen aan hun lot worden overgelaten en daarom is het goed dat u op deze plaats hier vandaag staat en dat vele anderen met u in andere landen in Europa, maar ook daarbuiten, proberen die solidariteit gestalte te geven. Als lid van de Tweede Kamer vind ik het altijd vervelend dat dit soort dingen gebeuren op het moment dat de Tweede Kamer, die op 100 meter afstand hiervan ligt, met vakantie is. Want dat betekent dat het voor ons buitengewoon moeilijk is om van de minister van Buitenlandse Zaken de aandacht te krijgen voor deze overduidelijke mensenrechten schendingen. En naar aanleiding van de berichten die maar blijven komen, maar in Nederland niet meer de voorpagina van de kranten halen, zal ik toch de minister van Buitenlandse Zaken proberen te bewegen om actie te ondernemen, om te zorgen dat zij die verantwoordelijk zijn, hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen. Als u het mij vraagt, vallen deze mensen in het kamp Ashraf onder de term beschermde personen volgens de Conventie van Genève en is dus op de eerste plaats de overheid van Irak en op de tweede plaats de Amerikaanse militaire macht in Irak. Dat zijn de afspraken uit het verleden en die moeten worden nageleefd. En ik zal de minister van Buitenlandse Zaken, gezien de Nederlandse betrokkenheid bij de situatie in Irak, wij zitten, dat is niet zo bekend, maar wij zitten nog steeds met een zeer beperkt aantal militairen in Irak. Ik zal de minister van Buitenlandse Zaken aansporen om te zorgen dat de Amerikaanse overheid, maar ook de Irakese overheid, wordt aangesproken op de internationale verplichtingen op het naleven van de Conventie van Genève, maar ook op het naleven van afspraken zoals ze in het verleden gemaakt zijn over de bescherming van de ballingen in het kamp Ashraf. De beelden die zojuist zijn getoond en de berichten die er komen over doden, over gewonden, over mishandeling, over mensenrechten schendingen, die zijn in één woord verschrikkelijk. En daarom vind ik dat ook Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En zeker nu de PMOI van de lijst van terroristische organisaties is verdwenen, er alles aan gedaan moet worden om op te komen voor deze mensen. En dat er gezorgd moet worden voor een adequate bescherming, maar ook voor toegang van medische en humanitaire hulp tot het kamp Ashraf. De gewelddadigheden tegen ongewapende mensen, mensen die afhankelijk zijn van de internationale gemeenschap, die gewelddadigheden, die moeten onmiddellijk stoppen. Bescherming voor de mensen in het kamp Ashraf, dat is wat er op korte termijn nodig is. Solidariteit dus met die mensen en solidariteit met mensen die opkomen voor hun rechten. U kunt op mij steunen. Ik zal de minister daarop aansporen. En ik hoop dat we ook de Amerikanen daarop kunnen aanspreken. En ik vind ook dat de Amerikanen in feite een delegatie van uw protest zouden moeten ontvangen. Zodat er over die rechten van de vluchtelingen, van de mensen in kamp Ashraf, gesproken kan worden. Ik wens u toe dat u veel succes heeft. Op de korte termijn. Op de korte termijn dat er bescherming komt. Op de korte termijn dat de Amerikaanse ambassade u wil ontvangen en naar uw klachten wil luisteren. En vooral dat de internationale gemeenschap, Irak voorop, maar ook de Amerikanen en ook de Nederlandse regering, alles zal doen om te zorgen dat deze mensenrechten schendingen op korte termijn worden gestopt. Dank u wel.